Ja, dit liedje, door dit liedje kreeg ik ook echt mooie selfies. Het komt echt door het liedje hoor. Ja man. Zoveel mooier als we samen zijn. Hey. Ja man. Deze is leuk hè. K3, alle kleuren van de regenboog. Ik was sowieso klein, sowieso een jaar of 4, 5. Misschien nog jonger. Dit was het eerste liedje die ik kon meezingen, ja. Nou ja, ik heb alle cd's van K3 gehad natuurlijk. En ik vond dit liedje het leukst. En deze ging ook echt 1000 keer op replay gewoon. En uiteindelijk kon ik hem helemaal meezingen. En hoe ik erbij stond? Nou ja, meestal in een prinsessenjurk. En dan wou ik echt een heel roze met sterretjes en alles erop en eraan. Kroontje erbij. Stond ik voor de tv met een microfoon. Stond ik gewoon mijn ding te doen. Ja. Wat erg. Oh nee, mensen echt denken ik ben gestoord. Ja man. Ja joh, dit liedje is zo joh. Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz. Oké, mijn ouders die zijn echt geen types die echt rock and roll zijn of zo, voor duidelijkheid. Maar dit liedje zetten ze wel altijd op in de auto, want ze zaten namelijk samen in een band en gingen ze dit soort dingen altijd naspelen en zo, ja. Ja, dan zit je met z'n allen in de auto en dan gaat het liedje op en je ouders vinden het helemaal geweldig. En ik denk van ja, nou ja, mijn vader zat helemaal zo in de auto. Mijn mooiste herinnering aan die tijd is dat we toch wel altijd plezier hadden met z'n drieën. Dus ja, we deden ook heel veel leuke dingen, bijvoorbeeld, ja. De beste les die ik van mijn ouders heb geleerd is denk ik toch dat je gewoon altijd jezelf moet blijven. Gewoon jezelf moet zijn. When I walk in the spot, this is what I see. Sexy and I know it. Fout. I'm sexy and I know it. Zo fout, dat is echt fout. Ja, LMFO, I'm sexy and I know it. Ja, deze plaat. Dit was echt een hit op de middelbare school. Sowieso was ik 13. Dit liedje heeft me ook echt gewoon de kracht gegeven om naar school te gaan op de eerste schooldag. Nee, ik word wakker en ik denk bij mezelf, ik heb zoveel buikpijn, ik ben zenuwachtig, ik weet niet waar ik naartoe moet. Ja, het was voor mij een super spannende tijd. Alles is inderdaad nieuw en ja, je leert nieuwe mensen kennen. En ja, vooral dat, nieuwe mensen leren kennen. Hoe ik was op de middelbare school, een beetje onzichtbaar. Nee, ik was altijd op de achtergrond, een beetje stil en gewoon bezig met mijn eigen ding. Oh, wat vond ik wiskunde een vreselijk vak. Wiskunde, oh. Verschrikkelijk! Wiskunde, dat wilde ik nooit doen. Engels vond ik ook echt kut. Het ergste wat ik ooit op school gedaan heb, ik heb een keer tijdens beeldende vormingen een kleigevecht georganiseerd. En dat was eigenlijk, ik ging naar die school, want het was eigenlijk veel te makkelijk voor me. Want ze hadden me naar een te laag niveau gestuurd. En ja, wat ga je dan doen? Dan ga je klooien in de klas. En toen werd ik ineens van een heel verlegen meisje, ging ik gewoon echt gewoon rare dingen doen. Ging gewoon met klei gooien en zo naar mensen. En nu kan ik alleen maar hopen. Ik kan niet zonder jou. Was je maar hier bij mij. Met jou ben ik compleet. Maar nu is alles voorbij. We waren samen één. Nu zijn we uit elkaar. Was het maar zoals is. Maar nu is alles voorbij. Alles ja, is voorbij. Alles is voorbij. Alles is voorbij. Alles is voorbij. Ik kan het niet. Oh. Ja, joh. Zonder jou van Mitta. Ja, het was echt een gebroken hart. Tune, denk ik. Mijn allereerste vriendje. Tot mijn 16e had ik dus een relatie met hem. Maar ja, als ik ruzie had of zo meteen, dan werd dit opgezet. Ik weet, als ik dit liedje hoor, dan kan ik ook gewoon nog allemaal dingen
naar boven halen van wat er is gebeurd en zo. Dat is ook heel sick. Ja, nou ja, je bent natuurlijk allebei echt super jong. En ja, dan heb je ruzie op MSN. Dan vond ik bijvoorbeeld iets niet leuk, wat hij dan deed op school. Dan gingen bijvoorbeeld meisjes naar hem kijken of zo. Dan zei ik van ja, en je hoeft niet terug te kijken of zo, dat soort dingen. Ja, wat kijk je terug? Denk jij wel niet? Dan zat ik zo achter mijn MSN. Ging ik het expres wegklikken. Liet ik gewoon het gesprek open. Zodat als hij iets stuurde, dan kon hij gewoon zien dat ik het las. Zet ik gewoon het liedje op. En dan kwam hij de volgende dag op school. En ja, dan ben ik zo'n persoon. Ik kijk er niet dan, zeg maar. Ik doe niks. Ik laat hem, ik negeer hem, zeg maar. Ja, dan moet hij naar mij toe komen. Ja, ik ben echt erg. Zo erg. I like the fun. Oh, God, vals. Hey, Hartman. Ik hou van dit liedje, hè? Bartender van T-Pain. Dit liedje heb ik sowieso heel erg vaak opgezet toen ik mijn make-up ging doen op vakantie. Ja. Gingen we uit eten en dan deed ik mijn make-up en dan ging ik weer foto's maken voor Instagram en dat soort dingen. Een vast ritueeltje. Ja, dit liedje, door dit liedje kreeg ik ook echt mooie selfies. Het komt echt door een liedje hoor. Je kan gewoon zo, je gezichtsuitdrukking kan gewoon heel erg veranderen door een bepaald soort muziek. Ik wil weten hoe ik je bedoel. Ja. Ik wil weten hoe ik je nu vragen moet. In de buurt nog. Dit is overal van First Man. Ik woonde toen op mezelf. Net, samen met mijn ex-vriendje. Het ging gewoon enorme huisfeesten organiseren in ons huis. En dat was helemaal geterroriseerd altijd. En ja, dan was dit liedje eigenlijk altijd wel standaard wat de mensen dan daar gingen opzetten, zeg maar. Waren sowieso echt 30 mensen of zo in de woonkamer. Waren gewoon aan het dansen en zo. Gewoon alsof het een club was. Gewoon fucking harde muziek. Maar dat huis, dat was zo chill. Die buren, die zeiken ook niet en zo. Hè? Die doen gewoon die doen nooit moeilijk. Maar zo'n avond, ja, dat ging wel echt, dat was wel echt leuk hoor. Ik ging wel tot laat door hoor, soms tot 5, 6, ook wel eens 7. Huh. Iedereen lag te slapen en ik moest het gewoon in mijn eentje opruimen. Anders werd het niet gedaan, snap je? Zo zijn mannen. Oh, of ik nu een feestje geef in mijn nieuwe huis. Ik denk, als ik nu een feestje geef in mijn nieuwe huis, dan krijg ik morgen een briefje onder de deurmat. Want ik krijg nu al elke week een briefje onder de deurmat als ik te hard stamp. Ik mag ook om 11 uur mag ik niet meer praten hè, in huis, want dan worden de buren boos. Ja, wij kunnen niet in slaap komen doordat jij te hard stampt in je slaapkamer. Omdat ze bang zijn dat ze niet in slaap kunnen vallen, gaan ze dus eerder naar bed. Zodat ze kunnen doorslapen. Ja, sick. Maar ik maak me altijd grapjes met mijn vriendinnen daarover. Gewoon. Pas op hoor, stil. Anders worden boos. Nou, dit was dan het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van 538. En dan zie ik jullie later. Doei.